Ja, het bericht is genomen, we zijn onderweg. Ja, onderweg, succes. Mijn naam is Son Bloeboom van de vereniging Weltania. En ik ben voorzitter daar en ik doe deze opleiding omdat ik het belangrijk vind dat op onze vereniging enerzijds een AED aanwezig is en er ook mensen zijn die ermee kunnen omgaan. Ik ben Monique Leuten van Weltania. Ik geef jeugdtrainingen en volwassen trainingen. En ik vind het belangrijk om deze cursus te doen voor als er iets zou gebeuren in de velden, dat we dan paraat kunnen zien. En vooral omdat we de ADD te velden hebben. Ik ben Roy Hannel, ik ben sportmasseur van voetbalclub RKVV Heksenberg. Ik wil ervaring opdoen met die AED en ik vind het heel belangrijk dat dat aanwezig is. Probeer dat losjes te houden, ja, en dan ga je vervolgens ga je tegen de beer. Weet je waar je bent? En de kinderen. Over twee vingers zijn, je hoeft daar niet, ja, luisteren, 10 seconden. Je schat het gewicht van de persoon in, je legt hem op de positie van waar je normaal moet starten met reanimeren. Nou, hier heeft hij ook een tekeningetje. En je start eigenlijk de reanimatie. En je kunt eigenlijk aan de ledjes zien. Of je diep genoeg drukt en of je altijd op hetzelfde tempo drukt. Je moet even dat ritme even voelen. En als je nou het ritme gevonden hebt, moet je dan even proberen. Als je nou het ritme gevonden hebt, probeer je je vingers een beetje te ontspannen. Die lopen dus wit aan. Dan ga je dat af en je moet je armen drukken. En dat kun je best een minuut doen. Kijk, we gaan dat toch dadelijk allemaal nog een keertje doen met beademen. We hebben de neus niet goed dicht. Of voor kinderen is niet goed. Ja, daar komt iets. En rustig, even gewoon één stoot adem is genoeg. Dat is al meer als wat. En dat is ook zo doen. Horen, zien, voelen, prima, keurig. Niet roepen naar omstandig, gaan dat ding doen. Ja, dat zei hij al, hè. We was vergeten te zeggen dat ze hulp gewaarschuwd moesten. De 112, maar wat doe je daar? Ja, AED. Bel het alarmnummer. Maak de luchtwegen van de patiënt vrij. Is er geen levensteken, ontbloot dan het bovenlichaam en plak er de elektroden op. Ja, ga maar. Plak de elektroden maar. Plak de elektroden op de blote borst. Plak de elektroden op de blote borst. Plak de elektroden op de blote borst. De patiënt nu niet meer aanraken. De patiënt nu niet meer aanraken. Schok wordt voorbereid. De patiënt nu niet meer aanraken. Nu knipperende schokknop indrukken. Voordat ze dat deed, voordat ze dat deed. Kijk even. Nu knipperende schokknop indrukken. Ja, oké. Laten we gaan. Schok is gegeven. Patiënt mag weer worden aangeraakt. En twee keer mond-op-mond beademing.